Matige eerste helft, goede tweede helft. Is dat een goede samenvatting van de wedstrijd? Nou, in principe hebben we niks fouts gedaan in de eerste helft. Alleen maar scherp dan brak, waardoor talloze lips werden gemist, opgeschoten en noem maar op. Ook verdedigend, weet je, niet even slim altijd gedaan. Maar nou, je ziet het wel dat je in principe zonder enige tactische verandering in de rust alleen maar nou, een beetje serieus aanpakken en dan ga je zo overheen. Dan, nou, dat was het niet meer en niet minder. Nee, je begint met een 8-0 run en dan is de wedstrijd eigenlijk gespeeld in de tweede helft. Ja, precies. Maar dan we gaan dan ook wel runnetjes in de eerste helft. Maar dan hebben we niet vast kunnen houden en dan komen ze steeds terug. Dus na die 8-0 run in de derde kwart, ja, dan zijn we ook nog doorgegaan. Ze scoren wel wat af en toe, maar dan merken we wel het verschil. Zodat wel duidelijk was dat we in de derde kwart moesten afgelopen zijn. Ja. En dat kunnen ze wel, makkelijk. Woensdag wereldtickets, dat wordt een oefenpartijtje. Nou, we zullen zeker proberen om die wedstrijd te winnen natuurlijk. En sowieso, dan gaan we niet zeggen, nou, we zijn nummer 1, dan gaan we niet serieus doen. Dus daar gaan we wel alles aan doen om die wedstrijd te winnen. De tegenstander in de play-offs wordt waarschijnlijk gewoon Brondas. Den Helder heeft gewonnen. Ja. Ja, dat is van Brondas. Dan is het duidelijk. Ben je er blij mee? Nou, blij. Ik kan het wel andere teams bedenken, want complete van Brondas is het nou, niet zeker, zou niet op deze plek eindigen. Dus dat is een respectabele team en daar gaan we ons echt goed voorbereiden om dat ook voor elkaar te krijgen. Oké, dat zien we dan over 2 weken. Dankjewel. Dankjewel.